Nou, Lucie, we gaan vandaag weer bij iemand op bezoek. Ben je er klaar voor? Ja, tot nu toe ging het best wel prima. Ja, maar vandaag is wel een beetje anders dan anders. Waarom dat dan? Nou, we gaan vandaag naar Hubert. Oké, en wat is daarmee? Nou, Hubert is een beetje bijzonder. Ik zou zeggen, neem een knijper mee. Waarom? Hij heeft nogal een bijzonder parfum. Dat zal toch best wel meevallen? Ja, nou dan moet je het zelf maar weten. Ja, dat zei je toch dat zou stinken? Nou kom, we gaan weer naar binnen. Echt niet? Zelfs mijn neusknijper is weggerend. Nee, nou overdrijf je. Oh ja, kijk, ja, daar zie ik hem gaan. Doe je neusknijper. Ik zei het toch? Ik heb de verantwoordelijkheid dat jij les krijgt. Dus of we gaan het goedschiks of kwaadschiks doen. Altijd kwaadschiks! Dan moet je het zelf maar weten. Hoi, sorry Huub. Daar zijn we weer. Ah joh, dat geeft niks. Ik heb even een raampje voor jullie opengezet. Dank je. Ah, welkom Lucie. Creepy. Ja, ik ben een beetje geurenblind. Dus ik merk er niet zoveel van. Maar echt een eer om jullie te komen helpen. Mijn favoriete ook is namelijk die van onplezierige momenten. Dus, nou, denk je. Ja, dat lukt wel aardig. Sst, wat liefst. Nee, niks. Nee, ga vooral verder. Okido. Nou, ik ben dus een expert in ongeure dingetjes en vieze momenten. Als zombie is dat ons ding natuurlijk. Dus ja. Ja, ik snap het, maar hoe dan? Deze O heeft namelijk iets meer voorbereiding nodig dan zomaar om een hoekje springen en hoe gaan. Kom anders mee, ik heb een perfect oefenhuis. Oké, Lucie, nu gaan we even wat dingen verstoppen, oké? Dus we doen mijn schoen en wat rottende hersenen doen we voor de lucht. Die zetten we hier neer. En een hand. En die hersenen, die leggen we hier in. Dan kunnen ze op gaan zitten. Dat voelen ze, dat is heel vies. En dan doen we ook nog oogbal in de thee. Dat is lekker. Dan verstop die maar. Dan kunnen ze ook nog heel hard van schrikken. Van daarin, ja. Oké, yes. En nu voor het slachtoffer. Yeah.